Al jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling van het oude fortterrein in Woudrichem. Het huidige plan biedt 96 nieuwe woningen in diverse categorieën. Het zal Op het Loef gaan heten, maar er is een stichting opgericht die de huidige plannen van tafel wil vegen. Volgens wethouder Kudoot komen ze wel erg laat met de bezwaren. Nou, we hebben natuurlijk de visie Woudrichemse Waterkant, die ongeveer, nou, het is een jaar, anderhalf jaar geleden is vastgesteld, hebben we als richtlijn meegegeven aan de ontwikkelaar. En dan gaat dat eerst maar eens even goed lezen en op basis daarvan kan je komen met een plan. En dat is ook, zeg maar, de richting geweest, met uiteraard de bestemmingsplannen die er liggen, voor hun om te gaan ontwikkelen, in ieder geval te gaan schetsen. En daar is uit naar boven gekomen datgene wat nu op tafel ligt. Maar de grote vraag die overblijft, hoe nu verder? Nou, ze hebben dus een pro forma zienswijze ingediend op 5 voor 12. Zij krijgen daarmee ook 2 weken de tijd om hun aanvullingen, zeg maar, aan ons kenbaar te maken. Met de zienswijzen die er al lagen, die wel eerder ingediend waren, wordt straks een nota van zienswijze opgesteld. Waarin de beantwoording gaat plaatsvinden. Die komt bij een college terecht. En vervolgens gaat dat verwerkt worden in een bestemmingsplan. En dan kan het bestemmingsplan ongewijzigd worden vastgesteld. Of het kan gewijzigd worden vastgesteld. En afhankelijk van datgene wat er ingediend gebracht wordt. Maar ja, dat is in de toekomst kijken, want ik weet niet wat zij in de komende 2 weken in gaan dienen. Is er al enig idee wanneer de eerste schep de grond in kan? Maar dat zal naar verwachting ergens in april, denk ik, volgend jaar zijn. Wat ik ook mooi vind, is dat het is een gedeelte buitendijks en dat het hele project eigenlijk maar voor 47% uit verharding bestaat en 53% wordt groen. En het is nu gewoon 100% verharding wat er ligt. Jos, neem ons eens eventjes mee naar jullie zienswijze. Ik was eigenlijk wel blij dat het fortterrein opgeruimd zou worden. Want er staan gebouwen die al lang niet meer goed in gebruik zijn, ook in verval verkeren. Dus we zijn ook hartstikke blij dat het opgeruimd wordt en dat er iets aanvaardbaars voor terugkomt. Dus in eerste instantie waren we er ook blij mee met die plannen. Maar Van Lievelee begint langzaam tot ons door te dringen van ja, wat betekent het eigenlijk als je met dat soort maten meet? En daar zijn we van geschrokken, dus dat hebben we ook laten weten aan de wethouder. Sommige mensen zijn pas laat tot het besef gekomen wat het precies inhoudt. En toen ze zeg maar wakker werden, hadden ze het idee van ja, oh, maar die zienswijze die moet ongeveer over 2-3 dagen al binnen zijn. En er zijn ook zienswijzen ingediend, maar die voor ons... Ja, dat was toch iets ingewikkelder en wat breder. En we hadden behoefte aan wat meer tijd om een goed onderbouwde zienswijze alsnog te kunnen indienen. Zou je even in het kort een aantal punten kunnen aanhalen wat het voornaamste is in de zienswijze die jullie nu gaan opstellen? Dat er geen gebouwen komen die relatief te hoog zijn ten opzichte van de toren en de molen. En te massaal overkomen, bijvoorbeeld in vergelijking met haven Het Gatje. Nu horen we jou eigenlijk vertellen een plan wat door de jaren heen ontwikkeld is en uiteindelijk is geworden tot wat het nu is. Dat moet volgens jullie stichting van tafel. En betekent dat dan ook dat er opnieuw naar de tekentafel gegaan moet worden met alle nodige vertraging van dien? Nou, dat moet sowieso, want ik heb de indruk gekregen dat Tankes wel tekeningen heeft gemaakt, maar dat zijn geen bestektekeningen. Dus dat is niet zo van, oké, zo gaan we het bouwen. Het zijn geen bouwtekeningen. Wat ze hebben gedaan zijn façades tekenen. En daar hebben ze allerlei varianten in. Maar het is zo dat we steeds meer mensen tegenkomen die vraagtekens zetten met het huidige plan. En zodat er nog steeds mensen komen van, hey, kunnen wij ook nog een handtekening plaatsen? En die mogelijkheid is er ook nog steeds. Want wij vinden het ook wel fijn als we het gevoel hebben dat we een soort van achterban hebben. En die bestaat nu al minstens uit 150 mensen, maar die groeit eigenlijk elke dag nog. Overigens in 2016 al een visie over geschreven is. Wordt er in die visie eigenlijk ook al gesproken over de nieuwbouwplannen van de woningen zoals die nu geschetst staan, Jos? En er was toen al wel in voorzien dat daar die loodsen zouden verdwijnen en dat daar wel bebouwing zou komen. In die tijd werd er nog gedacht aan watergebonden bedrijvigheid en er was geen sprake van echt grote gebouwen. De visie was dat vanaf het water oplopend naar achteren toe maximaal tot 8 meter hoog gebouwd zou worden. Ja, hier op de hoek is een woontoren gedacht van 5 bouwlagen met 2 penthouses erbovenop. En dat is in verhouding tot de molen en de toren een fors gebouw. Dat zeggen ze zelf ook, dat doen ze ook heel bewust, want ze willen een belvedere hebben, een mooi uitzichtpunt, een markant gebouw. En dat is een visie waar je natuurlijk achter kan staan en waar je bij achter de oren kan krabben. En wij doen dan dat laatste.
Martin Trouwen van Bouwlinie laat aan ons weten verbaasd te zijn dat er een aantal dagen voor de sluiting van de inspraakperiode alsnog bezwaar wordt gemaakt op de bouwplannen door een stichting die niet eerder van zich heeft laten horen. De plannen zijn uitgebreid gepresenteerd en er zijn informatieavonden gehouden. De maatvoering die de stichting gebruikt is onjuist. Zij meten vanaf het maaiveld, terwijl dat de bebouwing in werkelijkheid lager wordt. Er heeft inmiddels een open, constructief gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente, de stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk en Bouwlinie.